Dit is gewoon niet meer te overleven. Maakt niet uit wat voor schoenen je hebt. Dit overleef je niet meer deze val. Dit vind ik wel echt, echt heel veel. Jongens, meneer Magma wordt met het moment brutaler. Oké. Ha! Jesus Christ, ik schrik me. Maar als ik dan mijn shift dingetje loslaat, let op. Boom. Je ziet het gewoon niet. Nee, eruit! Je verdronk bijna. Dan krijgen we, jongens, zoals Natura toelaat, een babybijtje. Kijk aan. Ja, daar ging hij. Heel snel. Gaat en dan... 1, 2. Ja! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En meisjes. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Wauw. Alsof het niks is. En het is vandaag iets bijzonders. Ik wil namelijk een soort XXL aflevering maken. En ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik ga deze aflevering zo lang mogelijk maken. Ik heb... grootste dingen gepland. Maar leuk dat jullie er zijn. Dat kwam er heel raar uit. Maar leuk dat jullie er zijn. Nee, ik sta hier vandaag ook namelijk in onze grot. Ik ben een beetje gaan hakken. Ik dacht, ik ga een beetje voorbereiden voor de aankomende afleveringen. Dus ik nou vet trots zou hakken. Vet leuk, weet je. En toen dacht ik, waarom ga ik niet gewoon een lange aflevering maken? Dat ik dit ga hakken, ga ik niet eens echt veel aan jullie laten zien. Ik ga het gewoon... knippen. Maar leuk dat jullie er zijn. Voordat deze video begint, moet je even abonneren. Ben je nou nieuw? Abonneer. Dubbel op. Maar maakt niet uit. Abonneer. Reageer dat je bent geabonneerd en dan zal ik die reactie een hartje geven. En like even. Like gewoon even liken, jongens. Maar goed, de planning voor vandaag is dus eerst om dit eventjes echt ver naar beneden te hakken nu. Ik ben het een beetje zat dat, dat ik hier niet verder mee ga. Dus we gaan zo ver mogelijk hakken. En daarna wil ik ook gewoon beginnen met de rails hier naar beneden en alle gekke dingen hierin bouwen. Ik heb echt grootse plannen. Maar laten we daarvoor wel de beacon even naar beneden rond. Want ik heb geen zin in het trage hakken. Ik wil mijn cobblestone opbergen, maar mijn kisten zijn gewoon vol. Ik heb gewoon niet genoeg kisten. Wat is dit nou? Dat meen je. Ik moet even nieuwe kisten maken, jongens. Even meer ruimte, want dit is echt gewoon zielig. Die beacon is namelijk op het moment hier verstopt in de farmruimte. Die overigens ook nog. Misschien deze episode ga ik er ook gewoon naar verder. Weet je wel, we gaan gewoon veel doen. Maar hier is de beacon verstopt. Ik ga deze weer even lenen. Hoezo staat hier abonneren op Rick Force? Op de beacon. Vandaag gaat echt een hele productieve aflevering worden, jongens. Het gaat de meest productieve afleveringen worden in een hele lange tijd. Ik denk dat ik er wel een goede locatie voor heb bedacht. Ik heb een idee. Wat nou als ik gewoon hier rechtstreeks naar beneden hak? Dood gaan we niet. Ik heb het volste vertrouwen. Ondanks dat ik de beacon en het goud en het ijzer bij me heb. Ah, hier hou ik niet van. Hier hou ik niet van. Oké, ik zit hier op 9. Dan is dit de locatie. Ik ga hier de beacon gewoon plaatsen. En dan letterlijk tot ik helemaal hier ben... heb ik gewoon altijd een, ja, snelle haste. Hey, Emerald. En dan is het gewoon zover. Het past precies. Hoe kan dat nou? Alsof ik deze beacon ergens anders vandaan heb gehaald. Wauw. Het past gewoon precies. Ik heb wel toevallig die Emerald gevonden, waardoor ik haste kan doen. Hatsenflats. En dan als het goed is, heb ik haste 2. En het valt nog wel mee hoe ver ik naar beneden moet, hoor. Ga weg! Kijk nou. Oh, dit gaat toch zoveel sneller. Dit noem je nou echt genieten. Ik moet hier oppassen, want hier zit echt een deep dark hole. Het enige is dat ik wel de muren up-to-date moet blijven houden. Want dit kan namelijk niet, dat kan niet, dat kan niet. En al die andere blokken erin ook niet. En hij moet wel natuurlijk aflopen. Want alles wat je hier ziet is niet zo uitgegraven. Het is uitgegraven, maar het is ook zo natuurlijk gebouwd. Dus we moeten weer omhoog. We moeten even wat steen halen, wat andesite. En even al het cobblestone wat ik heb droppen. En misschien even tegelijkertijd wat nieuw steen omsmelten. Is wel goeie. Dit is gewoon niet meer te overleven. Maakt niet uit wat voor schoenen je hebt. Dit overleef je niet meer deze val. Nou, dan gaan we weer hoor. Hatsenflatsen, hatspats. Dus ik liep naar beneden gespand. Ik heb in plaats van kist heb ik barrels meegenomen. Ja, piem. Plaatsen we ook de stonecutter er prachtig bij. En dan kunnen we dit even allemaal vervangen. Zo, dat is dan ook weer gedaan. Kijk, ziet er weer allemaal netjes uit. Ik denk dat ik dan ook nu even de lichten ga doen voordat ik er niet meer bij kom. Ik denk dat ik het telkens gewoon blijf doen. In plaats van eerst alles hakken en dan de muur is. Nu kom ik er nog bij. Als ik nu zeg maar dit allemaal wil hakken. Ik bedoel, stel ik hak dit allemaal nu naar beneden. En dan wil ik daarna ineens daar bewijzen van weer wat gaan bouwen. Dan moet ik helemaal omhoog gaan bouwen. En dat per stukje. Dus nu kom ik er gewoon... ja, dat is wat ik zeg. Ik kom er nu gewoon bij. Dus ik heb nodig chains en lanterns. Ik heb weer 43 chains en ik heb weer 63 lanterns. Oh, kut. Ik spring... oh, ik dacht even dat ik te vroeg sprong. Ik denk, nou, dan ga ik dood. Hallo, creeper. Maar goed, ik dwaal helemaal van mijn principe af. Ik wilde niet zoveel laten zien van het hakken. Ik wilde gewoon hakken. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. Hoe krijgt hij die voor elkaar? Oké, jongens, we zijn nu al een tijdje aan het hakken. We zitten inmiddels op hoogte 31. Dus dat is echt, als je ziet, we zitten heel dicht bij de beacon al. Weet niet of ik helemaal naar de beacon wil. Want dan heb ik weinig speling meer tussen de vloer en bedrock, weet je. De kisten hier zitten ook al een beetje, die beginnen vol te raken. Ik ben wel veel emerald en zo aan het tegenkomen. Dat vind ik dan wel echt heel fijn. Maar, dus elke keer als ik hier kom...
gebeurt er dus dat. Ik vraag me af, wat zit er achter deze muur? Wat zit... hallo! Jullie zitten achter deze muur. Kijk, dat vroeg ik me dus zo af. Wat in de wereld zit er achter deze muur? Ik ga jullie even killen met mijn pickaxe, want dan is mijn mending gelijk een beetje aan het helen. Maar jezus, wat veel zombies. Waar komen jullie vandaan? En waarom hebben jullie allemaal eitjes in jullie handen? Dat vind ik nog het meest rare. Hey, een zombie villager. Nah, ik heb geen zin om jou helemaal te gaan helen, joh. Wat is de reden van dit, al dit gedoe hier? Oh mijn god, wat is hier allemaal gebeurd, hé? Wat een bende hier. Moet je al die blokken zien? Hier heb ik geen zin in. Dus wat nou, als we dit netjes afsluiten? Want dan heb ik geen last meer van die herrie. Maken we het mooi licht hier, dat je hier bijna niks meer kan spawnen. En hebben we geen last meer van de herrie. Oké, we zijn echt heel ver inmiddels. We zitten op 25. De beacon die is binnen handbereik bijna. Onze spullen zijn te hoog om te gebruiken. En het kost echt veel tijd. Ik ben nu denk ik al een uurtje bezig. Het is niet dat je dan zo heel veel progressie ziet. Ik kom wel nu op het punt dat ik alleen maar caves hier tegenkom. En weet ik wat, maar mijn armor is gewoon echt helemaal gone. Helemaal kapot. Dus laten wij weer omhoog gaan. Even nieuwe armor maken. En dan het laatste beetje hakken. En dan kunnen we eindelijk beginnen met gewoon het hele systeem van dit. Het hele nutten van een mine maken. Door dit avontuur heb ik wel echt gewoon alweer 44 emeralds. Dat is wel echt amazing. Nou, nieuwe kleding. Ik ga het niet enchanten, want dat vind ik heb maar 22 levels en dat vind ik gewoon geen goede enchantments. Maar oké, even. Nu ik hier zo boven sta, zie ik duidelijk wel progressie. Jee, maar wat is dit al diep. Oh mijn god, het was altijd al diep, maar als je nu naar beneden kijkt... Wauw. Een skeleton dropt een boog met power 2, punch 1 en een breaking 2. Die is nog beter dan mijn power 1 Justin Destroyer. A.k.a. We hebben een nieuwe boog. Ik heb besloten dat dit de laatste laag is. En dan heb ik namelijk nog... Het is laag 22 sta ik nu op. Dan heb ik nog ongeveer 20 blokken speling tot en met bedrock iets minder. Wat gewoon best fijn kan zijn. Nee, maar dit geeft mij gewoon de speling om nog wat met de vloer hier te doen. Om misschien nog een paar naar beneden een beetje laten gaan. Ik ben bang als ik te diep ga dat ik dan gewoon die speling kwijtraak. Dus laten we de randjes doen. Laten we de vloer een beetje een soort kuiltje in de vloer maken. En dan kan ik het denk ik klaar noemen. Het hakken op zijn minst. Oké, dan is het ook tijd om iets heel weirds te doen. Maar ik denk dat dat wel goed is, ook alweer. Namelijk dit allemaal weg te hakken. Oh, daar gaan ze. Daar gaan alle blokken. Maar ja, dan kan ik die kisten gewoon hier beneden plaatsen. En dan kan ik er gewoon consistent bij. Althans, kisten, barrels. Maar moet ik eerst die barrel nog in mijn inventory zien te krijgen. Zo, alles is weer gecollect. Zover ik het weet. Alright, nou laten we dan wat ik zei, de vloer ook nog even netjes maken. Kijk, dit is toch veel natuurlijker als de grond ook een beetje een inham heeft. Ik moet nog wel de blokken netjes doen hoor, maar... En nog wat meer zoals dit. Tijd voor slabs, stairs, weet ik wat vermeuk. Eerst de vloer. Ik twijfel of ik de hele muur ook nog vol met slabs en stairs wil. Ik zie dat ik daar voor some reason twee stairs heb geplaatst. Maar ik twijfel of ik dat overal wil doen, want het is heel mooi, maar heel veel werk. Alright, vloertje zit erin. Het is heel erg belicht nu op het moment. Maar er is letterlijk alleen nog maar steen en ja, lanterns. Dus vandaar dat, dat het heel erg opvalt op het moment. Ik zit even te denken hoe ik dit ga doen. Ik denk dat ik van onder naar boven ga werken, maar ik wil ook wel weer heel zeker zijn van hoe ik het wil eindigen daarboven. Erg moeilijk. Erg moeilijk. Nee, ik begin gewoon beneden. Ik begin gewoon beneden. Ik denk dat dat oprecht het verstandigst is. Maar voordat ik daar beneden begin, besef ik me wel dat ik wel een eindpunt inderdaad hier wil hebben. Ik moet weten waar dat eindpunt is. En ik denk aangezien hier in de weg staat van het pad, daar ook in de weg staat. En dat dit gewoon legit de meest logische plek zou zijn om de ingang en uitgang van deze cave te hebben. Hey, Floor. Kijk, zo gewoon een pad in plaats van een heel ingangetje. Dacht ik, wat nou als ik een pad maak die gewoon zo gaat en dan daar ergens de muur ingaat. En dan daar ergens er weer uitkomt. Dat je ook gewoon via de muren gaat. Oh, ja. Ja. Oeh, dan heb ik hier ook wel een idee. Toch een soort ingangetje, want ja, anders kom ik gewoon niet uit, zie je. Anders hoe moet ik ooit zonder mijn hoofd te stoten daarin gaan. Kijk, nu kunnen we gewoon de muur in. Een soort ingangetje is gemaakt hier. Het is nog niet helemaal tevreden, maar er komen nog meer details aan. Ik moet sowieso nog wat trapdoors maken. Kijk, als je nu hier zo zit, of aankomt lopen, dan is het wel gewoon een ingangetje, weet je. Je hebt wel gewoon een ingangetje naar de cave nu. Het wordt dan een hele trage trap, aangezien... Hij gemaakt is van slabs, gaat hij niet zo stijl. Dus ik denk dat ik hier ergens een soort stationnetje maak dat je minecart kan pakken en dan naar boven en naar beneden kan gaan. Want om dit nou helemaal naar beneden te doen, besef ik me nu, dat gaat misschien een beetje veel worden. Alright, nou, het ziet er nu al iets gezelliger uit. Die zijn te veel. Dat is het eerste wat me opvalt, is die zijn daadwerkelijk gewoon... Dit is net ambitieus. Zo, hoppakee, doen we die weg en dan ziet het er... prima uit. Wauw. Inmiddels zijn we alweer een dagje verder. Ik heb even geslapen in het echt. Ik heb even wat andere dingen gedaan in het echt. En ik ben terug. En ik zie nu dat daar magma staat. En dat er overal
magma blokken zijn. Normaal zijn het kleine dingetjes, maar dit vind ik wel echt heel veel. Dit is veel magma, jongens. Moet ik dit nou serieus? Man. Hallo Max, ik heb een voorstel wat betreft de prankoorlog. Ik kan je helpen, specialiteit redstone trap. Zoek me op, Nathan. Nathan, ik geloof jou niet. Jij bent gewoon deze magma guy. Ik werk niet samen met meneer Magma. Nee, meneer Magma heeft het nu verpest. Meneer Magma is te ver gegaan, jongens. Het kan ook Robins zijn, jongens. Het kan ook Robins zijn. Ik word hier wel heel verdrietig van. Heeft hij überhaupt mijn blokken wel opgeslagen? Zeg maar niet dat hij mijn blokken heeft gestolen. Jongens, meneer Magma wordt met het moment brutaler. Hij wordt telkens brutaler. Hier, het is net alsof mijn hele kamer hier gewoon gegriefd is op het moment, jongen. Ik wilde gewoon even verder bouwen. Moet ik dit helemaal eerst oplossen? Alright, het plafond is oud. Bijna helemaal hersteld. Ik weet niet, er mist één blokje. Toevallig hier. Ik zou niet weten welke dat is. Het is gewoon echt helemaal gegriefd zelfs. Het is al meer dan... Hallo meneer Magma. Dit. Hey, dan is het weer gemaakt. Yay. Dankjewel meneer Magma. Ik moet dit gewoon de lava ingooien, daar ben ik kwijt. Ja, kom. Dat gaan we met meneer Magma doen. De loser. Ja. Oké, jij mag het offer doen. Nou, doe je offer. Gaat meneer M? Gaat meneer A? G? Stukje vlees? M? En A? Zeggen we dan? Mag stukje vlees maar. Yay. Ja. Het gat is nu echt gewoon... klaar, qua uitgraven op zijn minst, weet je. Nu ga ik een trap naar beneden maken die ik kan lopen. Ik ga een rails maken. En ik ga gewoon mines hier beneden maken. Dus als ik wil minen, dat ik voortaan dit gat in kan. En dan kan ik de spullen die ik heb gemined, kan ik in een kist doen. Alle oors, die gaat er weer met een mine rails naar boven. Die rekt naar een autosmelter en die sorteert het in mijn kisten. Nice. Yeah. Nu jij hier bent, kunnen we ook verder gaan even met ons farmhuis. Farmhuis? Ja, onze farmkamer. Oh. Dus heb je daar zin in? Yeah. Zin hier alsjeblieft een beter systeem voor. Hey, maar ik heb een prankoorlog met Rick ontketend. Sta jij aan mijn kant? Nee, hoezo niet? Hoezo sta je niet aan mijn kant? Zeg maar niet dat je aan Rick's kant staat. Wat betaalt het? Lol en fame. Yes, dat is niet te vinden bij Rick, dus ik doe mee. Hey! Let's go, yay! Je zit in mijn XXL-episode, hoe vind je dat? Voel me ook XXL. Ja, dat weet je ook. Hey, dit is je automatische kelpfarm. Dit is kelp, toch? Dit is meloen, zo. Oh. Kelp kan onder water, maar met Texpec lijkt het op kelp. Oh, het lijkt aan me zeer, wat ben je voor kelp? Ik ben een beetje in de week. Hout, hakken, hout. Waar ik van hout. Hakken. Mijn lieve oma. Ik zing altijd liedjes bij jou in de video's. Ja, ik knip het er altijd uit. Oh. Deze hou ik erin. Nee, dat wil ik niet. Jawel, te laat. Nee. Nee, hij zit er al in. Hij staat al online in de video. Oh, het leuke is, als mensen dit daadwerkelijk kijken, staat hij echt online, ja. Ja, hij staat online. Zie je deze video? Je bent op YouTube nu. Ja, ik zie het. Nou, zou ik met een design komen voor deze kamer? Ik heb bij jullie gezien dat als je systeem zo gaat, dat het in water terechtkomt. En dat het dan ergens naartoe gaat. En ik vond dat zo ontzettend lijp. Als je hier op het knopje drukt. Ja. Als je, gaat het in het water hier allemaal omhoog? Het gaat in het water en dan gaat het zo omhoog. Kijk, kan je zo omhoog kijken. Wat? Kijk, zie je? Wat lijp. Vet, hè? Waar gaat hier het heen? Ik heb mij geholpen. Fucking sick dit. Wat? En dan komt het hieruit, dan kan je het hier eruit pakken. Oh my days, dan kan je het hier gewoon zo pakken in je inventory. Je gaat dat nou niet zeggen dat je onze farm gefarmd hebt, hè? Nee. Hoe bedoel je gefarmd? Ja, het water hebt laten stromen. Nee. Hoe weet je dan dat het dan naar boven gaat? Ik heb inderdaad jullie farm gefarmd om te kijken, want Rick vertelde het. En ik vond het zo... Heb je het teruggeplant? Ja. Oké, nou, ik heb in ieder geval gefixt dat je nu nog maar één keer op de knop hoeft te drukken. Dat is top. Maar, wat we dan doen... Wat? Hè? Wat? Maar wat we dan doen... Wat? Oké, jij eerst. Maar wat we dan doen, is... Kijk, als je hier dan... Ja? Als ze dan het water hier laten gaan, alles valt zo, alles gaat naar beneden, komt in water terecht, gaat een kant op en gaat via glas zo omhoog en dat gaat zo naar hierheen en hier wordt het automatisch gesmolten of automatisch in kisten gedaan. Ik ga het contract er nog even bij pakken. Ik wil loon verhogen. Hier in het midden zit redstone, hieronder zit redstone, hier in het midden zit redstone, achter deze muren zit de redstone. We kunnen het toch gewoon in een kuil laten vallen en dat het dan in het midden van de kamer zit te buizen met water. Of wat ja, weet je wat kan? Het kan allemaal één kant opstromen als het ware. Dat het even wat langer duurt, maar dat we het helemaal deze kant op laten stromen. En dan via in het midden laten we het als het ware die kant op gaan. Dus dat het maakt niet uit of het hier is. We laten het gewoon deze kant op stromen met één grote stroom. Het mag allemaal gemengd komen. Nou, het maakt niet uit of het nou wheat of iets anders zit, want je kan het op het einde gewoon sorteren.
Ja, precies. Dus als we het nou allemaal van die kant deze kant op laten gaan, om een hoekje, en het is allemaal ondergronds, dus dat hoeft niet mooi. Dat kan je gewoon hakken met water. En dan in het midden zo een mega buis met water, of een kleine buis mag wat mij betreft ook. Oké, Robin en ik zijn lekker bezig. Hij is vast begonnen met wat redstone dingetjes. Ik ben een design aan het maken voor de kamer. Zo zijn we allebei lekker bezig, maar het gaat dus wel even... Ik wil het een beetje next level hier hebben. Dat lijkt me gewoon leuk, weet je. Je kan wel gewoon zo'n standaard automatische farm maken, maar dat moet dan wel gewoon even over de top zijn. Nog één keer het plan echt concreet dus. Ja. Wat wil je? Oké, de alle farms vallen in plaats van hier in hoppers, vallen ze hier gelijk in water. En dan iets lager, wat dan onder de grond, wat niet mooi hoeft te zijn, allemaal deze kant op gaat. Dat is niet zoveel werk, weet je. Zeker niet als het gewoon niet aandacht hoeft te besteden aan details. En dan hier ergens, ik denk misschien bij deze, kunnen we het via water precies in het midden zo omhoog laten gaan. Dan verdwijnt het weer eventjes. Dat komt dan uit het plafond of uit de muur daar. Komt zo ploep, een buis en die gaat helemaal naar de andere kant daar. Dat het gewoon een beetje fabriekachtig is. Kijk, je kan het ook wel direct hierheen laten gaan, maar dat is gewoon leuk. En dan hier komt het in een hoppersysteem, wat het uit elkaar sorteert, weet je. Het graan en de seeds gaan deze kant op. Allemaal het eten sowieso dezelfde kant op. Maar de potatoes gaan eerst de furnaces in en dan pas naar de kisten. En dan komt het allemaal gesorteerd in kisten terecht. En aan de andere kant, dus dat komt hier allemaal. En door dezelfde buis gaat ook nog wat allemaal aan deze kant gefarmd wordt. Maar dat gaat dan naar de linkerkant, weet je? Snap je wat ik bedoel, een beetje? Het is best een uitgebreid idee. Ja. Maar we kunnen denk ik samen wel fixen gewoon. Ik dacht, we gaan deze build, jongens, een keer in een beetje andere stijl doen. Ik wil nog steeds hout gebruiken, want ja, het moet wel gewoon... Het moet niet heel anders zijn dan de rest. Maar ik wil het ietsjes anders gaan doen. Ik wil gewoon inderdaad geen enderside, zo min mogelijk enderside gebruiken. Tot vrijwel bijna geen. Ik wil ook niet meer met die standaard daken werken dat die palen zo lopen. Want dat heb ik ook wel een beetje gedaan nu. Ik wil net iets anders gaan doen. Zoals dit, weet je. Ik wil meer met een boogje gaan werken, bijvoorbeeld. En dan een heel ander soort dak. Het is net wat... Net een andere stijl. Het design gaat lekker, jongens. Yeah! Ik weet niet waarom ik het zo zei, maar het is oprecht goed op weg. Kijk eens aan. Het begint al een beetje normaal eruit te zien. Ik wil ook andere blokken gaan gebruiken hiervoor. Ik weet alleen nog niet welke. En de site. Ik wil het een beetje fabriekstijl doen. En dan ga ik een hele, hele gewaagde move ga ik doen. We gaan het zien. Ik wil namelijk kijken of koper een optie is in deze build. Omdat ik het een beetje die fabriekslook wil geven, maar... Ik moet even uitzoeken hoe ik dat dan wil gaan doen. Hé, ga jij eens weg, meneer. Ik ga eerst even uitzoeken of ik een leuk design daarmee kan bedenken. Want dit vind ik niet echt iets. Maar ik denk dat koper nog best wel een leuk blok kan zijn. Ik zit een beetje te zoeken en te kijken. Het is best moeilijk, vind ik, om iets te verzinnen hiervoor. Maar ik bedacht me nu. Ik heb dit zo gedaan. En wat nou als hier dat waterbuizen nou uitkomen. En dan hier naar het midden gaan en dan pas verder komen. En dat is prima te doen. Dat is oprecht prima te doen. Maar daarvoor moet ik even glas hebben om dat concept uit te werken. Zoals dit, weet je. Het kan, volgens mij. Volgens mij kan dat er wel funny uitzien. Want dit helemaal door laten lopen naar het einde. Ik vind het maar niks, jongens, dit. Het is zo... Nee, ik vind het maar niks. Ja, ik heb het weggehaald, helaas. Maar ik vond het gewoon net niet. Kijk wat we nu voor elkaar krijgen voor design. Kijk, ik heb een idee. We gaan in plaats van dat we het naar beneden laten gaan... Laten we het gewoon omhoog gaan, juist. En dat klinkt misschien een beetje onlogisch, maar als ik nou even laat zien dat ik zo bedoel. En dan zo. En dan daar in het midden, precies op dat stukje, daar het glas. Waardoor het in plaats van een buis dik loopt naar beneden, juist in het plafond is gegaan. En dan ziet het er denk ik al een stuk beter uit. Zo, daar zijn de middelste pilaren ook gedaan. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ik denk dat ik het gewoon in die boogvorm wil hebben. Oeh, ik denk dat ik een plekje voor mijn koper heb gevonden. Kijk, zoals nu... Dan heb je het koper erin. En ik denk dat het wel een leuk blok is om hierin te verwerken. Wel een heel duur blok. Echt een heel duur blok. Het zit echt een beetje te... Ik weet het niet helemaal. Het is een beetje zoeken allemaal. Maar ik denk dat ik nu wel wat leuks heb als ik het zo zie. Ja, het is wel duur. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Oké, dit vind ik leuk. Laat ik dan nu vast de glazen plaat doen. Want dan kan Robin zodra ik weg ben gewoon vast het water laten werken. Hey. Zo, kijk. Het is leuk als je dan aankomt hier nu, in die hal. En dan heb ik gelijk dat randje hierboven gefixt, want dan zie je dat water... Ja, oh, dan zie je gelijk dat water gewoon zo. Dan zie je die buis. Dat is wel heel leuk. Zo, dat is de glazen buis die is gemaakt. En hij zit nu gewoon netjes in het plafond. Het valt nu helemaal niet op, omdat, ja, dit plafond is nog helemaal van steen en nog niet eens netjes gemaakt. Maar, kijk, dit ziet imagine een beetje als het gewoon in elkaar zit, dat dit er best leuk uit kan zien. Oké, we zijn wederom een dag verder. Dag 3 van de XXL-episode, jongens. Er zit trouwens tussen dat moment van net en dit eigenlijk een heel weekend. Het gras hier boven mijn cave is aangegroeid. Waardoor ik hier nu ook gewoon gezellig een beetje alles netjes kan maken. Maar ik liep net mijn chestroom in. En toen zag ik, goedendag, wal nutteloos. Je hebt mijn verdrag. Jij pakt iets waardevols van mij.
Dan pak ik iets van jou. Iets waardoor ik niet meer kan doodgaan. Het is oorlog. Ja, maar hallo. Dit is sowieso Lorenzo, want ik heb Lorenzo zijn verdrag gepakt. Flashback. Bij het ondertekenen van dit verdrag bevestig je dat alle bezittingen van u en uw onderdanen, inclusief uw eigen leven, vallen onder King of Friesland. Zullen we deze ooit een keer stelen? Terwijl ik zijn verdrag heb gepakt, is hij boos geworden. Het verdrag van Friesland. En hij zegt, ik heb iets waardoor ik niet meer kan doodgaan. De Totem of Oké. Nee, ik weet het al. Ik weet het. Totem of Indying. Oftewel, ze zijn in mijn Simp Cave geweest. Dit is een makkelijke quest. Laten we naar de Simp Cave gaan en kijken wat daar uitgespookt is. Oh, mijn axolot. Nee. 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 Wat doe jij hier? Kom mee. Mijn axolotje. Waar? Mijn axolotjes ontsnappen blijkbaar gewoon, hè? Blijf nou hier. Waar wil je nou helemaal heen gaan? Oh, mijn god, is mijn andere ook ontsnapt. Oh, zo gaan mijn axolotjes dus dood. Maar, oké. Jij hebt mijn verdrag. Dan is deze totem van mij. Waarom nou? Waarom nou? Wat zit erin? Lees mij, sukkel. Oké. Ah! Oh, Jesus Christ. Ik schrik me ik schrik me helemaal kapot. Ah, noob, de prankoorlog is officieel begonnen. Maak je borst maar nat. Ik en mijn bondgenootschap Friesland ga je keihard pranken. Gegroet koning Vos. En pagina 15 met loser of zo. Abonneer op Rick Vos. Nee, en niet abonneer op Lorenzo. Abonneer op Rick Vos en Lorenzo. Oh, wat lelijk dit. Rick Vos. Ah, godverdamme. Godverdamme. Waarom hebben ze dit gedaan? Hoe is dat die opgevallen dat het grind daar net lag trouwens bij mij? Oké, jongens, de prankoorlog is officieel begonnen. Waar is mijn dinges? Mijn totem of undying? Oké. Nee. Nu is het helemaal oorlog, jongens. Nu is het al helemaal klaar. Oh, het verdrag van Friesland zit nog steeds hier. Hoezo hebben ze dat niet? Ze hebben helemaal een ding ervan gemaakt en hebben ze niet het verdrag zelf gepakt. Wat was dat? Hey, ik ben geprankt, zojuist. Door wie? Door Rick en Lorenzo. Dus het is oorlog, Robin. Jij staat aan mijn kant. Oh ja, shit. Wat heb je gemaakt? Niet zo heel veel. Laat eens zien. Iemand heeft het weer kapot gemaakt namelijk. Het is kapot. Ja, ik zag het net, want ik had heel die waterleiding had ik al wel gemaakt. Ja. Alleen, iemand heeft het kapot gemaakt. Iemand heeft gegriefd. Ja, kijk maar. Oh, ja, maar het is gewoon één blokje glas of meerdere. Wat? Hoezo? Ja, weet ik ook niet. Ik kwam hier terug. Ah, en, creeper! Lijp, dat hier het water gaat dan omhoog en dan zie je het hier, zie je het ook weer zo gaan en uiteindelijk komen alle blokjes daar. Oh nee, jij hebt je koper niet ingesmeerd met honing. Oh nee, moet dat dan? Waarom wordt het blauw? Ja, moet je het insmeren met honing? Ja, dan blijft het dezelfde kleur. Hoe smeer je het in met honing? Ja, gewoon van die honeycombs. Oh, dat moeten we wel even doen, want ik vind dat oranje mooier. Oké, maar hij gaat dan heel snel ook echt. Je dropt hem hier en dan... Voor je het weet is hij al hier. Kijk hè. Ja, daar ging hij. Heel snel. Gaat en dan... 1, 2. Ja! Wat lijp. Wat leuk. Leuk en dan... Plup, dan komt hij weer. Ja, dat is echt... Het werkt wel dus gewoon helemaal top. Waarom zijn onze collabs altijd zo kut? Ik weet het niet. Ah, sticky keys. Mijn Rhino Destroyer is officieel bijna kapot. Die heeft nog maar 53 durability, dus dat moeten we ook gelijk even oplossen. Maar als het goed is, als mijn calculaties kloppen, heb ik nog heel veel steen. Ja. Oh, ik heb toen gewoon een stack stone gedaan. Dus, dan gaat mijn Rhino Destroyer alweer op 143. Dan hebben we weer heel veel nieuw steen erbij. Maar nu jongens, is het tijd... voor een prank. Rick die denkt dat hij mij kan pranken. We gaan eerst nog even naar Rick. En Lorenzo krijgt hem ook nog terug. Maar mijn eerste prank. Ik heb een leuke ooit een keer online gezien. En het gaat een beetje werk kosten. Maar we gaan hem gelijk uitvoeren. Maar daarvoor moet ik eerst even naar het winkeleiland. Want ik moet in mijn winkeltje moet ik even wat glas van mezelf lenen. Ik bedoel wat zand. Daar zijn we dan. Oh, hier ben ik al zo lang niet meer geweest. Het winkeleiland. Hé, hey, daar komt een nieuw winkeltje. Maar aangekomen. Bij mijn prachtige veelgebruikte winkeltje. Oh, het zand is op. Hé, hey, we hebben een diamond. Het zand is op. We hebben echt nog maar, ja, een beetje zand. Laten we dan maar het zand gebruiken wat ik nu heb. En dan even denken. Ik weet wel, we gaan even naar de Robin en Justin, want zij wonen in de buurt van een desert. En dan kan ik even nog meer zand halen. Althans, trouwens, wat ik nu heb is 100% wel genoeg. Ik heb helemaal niet zoveel nodig. Oké, dan smelten we even al het zand wat wij hebben. Zo, hoppakee. Kijk, en dan denk je, waarom doe ik dit? Pong, pong. Pong. Kijk, en dat doe je dan ook bij de rest. Oké, zand is aan het smelten. We leggen onze ene nieuwe diamond leggen we terug in de kist. We hebben precies een stack. Ik heb dan ook nog eens grijze dye nodig. Krijg ik dat uit die? Even kijken. Light gray, ja. Oké. Dan maken we light gray stained glass. En daarvan maken wij paints.
En het mooie is, deze... Kijk jongens, die zie je bijna niet in je inventory. Ze zitten hier rechts. Kijk, deze zes zijn het. Maar je ziet ze gewoon niet. Dat is zo mooi. En dan ga ik jullie zo meteen echt... Ik ga laten zien wat ik mee ga doen. Ik heb echt gewoon een veel te leuk plan. Oké, het is allemaal op. Dan gaan we. Laatste beetje glas. Laatste beetje paints. Hoppakee, dan leggen we onze mooie die hier terug. En dan hebben we 4,5 stack, precies. En dan gaan we nu naar Rick. Ik kan al een beetje raden wat ik ga doen. Maar al weet je het niet, dan zie je dit letterlijk over een paar seconden. We gaan trouwens met het treinstation, dat vind ik leuker. Hij heeft het loose bord er gewoon nog steeds, hè. Gewoon niet weggehaald. Rennen we direct door naar de chessroom van Rick. Want de oorlog, jongens, het is gewoon echt een prankoorlog. Het is echt zo ver. Gaan we naar zijn kisten. En kijk, dit zijn zijn kisten. Als ik nou nu gewoon overal zo'n pain doe. Kijk, nu zie je het. Maar als ik dan mijn shift dingetje loslaat, let op. Boom. Je ziet het gewoon niet. En denk je van ja, ha, leuk dat je hier overal paints hebt. Maar stel, hij heeft nou een ander blok. Hij wil hier bewijzen van zijn bones bij doen, weet je. Wat je dan het liefst doet is shift en je wil klikken. Maar omdat er de hele chest al vol zit met gewoon glas. Waarvan het lijkt als je gewoon even zo doet dat alsof er niks in zit. Je ziet het verschil gewoon niet. En hij kan gewoon niks nieuws in zijn kist nu doen. Alles is gewoon vol. Het is allemaal bezet. Het is misschien een beetje een, ja, een simpele prank. Maar dat is toch juist goed. Dit is toch, dit lijkt mij, to be honest, zo irritant om tegen me te hebben. Dat mijn hele kisten vol zitten met gewoon glas. Oh mijn god, je ziet het ook gewoon niet, hè. Je kan je gewoon, oh wacht, kijk daar. Je kan je gewoon niks nieuws bij doen. Je kan geen torches, geen lanterns, geen arrows. Het werkt gewoon niet. Oké, al deze kisten zitten vol. En op eerste, ja, als je het zo gewoon ziet, is het net alsof er niks is gebeurd. Maar er zit daadwerkelijk gewoon overal glas. Hier niet, want dan maak ik zijn systeem kapot. Ik wil niet, dat wil ik dan ook weer net niet doen. Ja, dat kan ook hier. Dan denkt hij, waarom werkt het dan niet hier? Dan wil hij wat smelten. En dan werkt het gewoon niet, omdat er ook gewoon in zijn verder zit allemaal van het poepglas. Ik voel me bijna schuldig, Rick. Laten we dan als finishing touch zijn kist doen bij het spoor, bij zijn mooie bushalte hier. Want hier wil hij sowieso vaak die dingen in doen en uithalen. Hier, kijk, dit is Rick's bescherming. Oh, Rick, je bescherming... Oh, hij werkt wel. Ik wil zeggen, hij werkt niet helemaal. Prank compleet. Ik vind het mooi geweest. Rick, wat krijg je ervan, loser? Ah, spin. Het is een hele simpele prank, jongens. Maar we moeten klein beginnen en telkens groter gaan, hè. Wow, Floor heeft een tweede huis erbij. Wat? Ik denk, dat is het huis van Floor. En ineens zie ik nog een ander staan. Dus dat is het nieuwe huis. Hé, hey, er vliegt een bijtje hier. Wat doet hij hier buiten? Moet jij niet naar binnen? Wacht, ik ga hem redden. Ik heb leads voor je, jongen. Waar ben je? Waar is hij? Hier is hij. Kom. Ik ga je terugbrengen naar René de Cave. Jij hoort sowieso thuis in René de Cave. Ik ga de wereld redden. Welkom, dit is je nieuwe huis. Je ziet nooit meer de buitenlucht de rest van je leven. Nothing on the end. En dan gaan we hier de cave van René in. En dan zetten we je eigenlijk gewoon los weer. Hoppakee, welkom terug bij je huisje. Kijk jongens, nog een bij. René vertelde me net dat al haar bijtjes zijn verdwenen. En dat komt omdat iemand de deur heeft open laten staan. Dat kan ik misschien zijn geweest. Maar dan vind ik het wel zo eerlijk dat ik er nu een quest van maak om al René haar bijtjes terug te vinden. En ik heb er alweer eentje gespot. Dus we gaan René haar bijtjes... Het is de quest om de bijtjes te vangen, jongens. Ze zijn allemaal uit een hockey ontsnapt. Omdat ik per ongeluk de deur open heb laten staan. Dat is mijn schuld, denk ik. Of iemand anders schuld, maar we zeggen gewoon mijn schuld. Ja, we hebben er weer één. Bijtje, je gaat terug naar huis. Nou, bijtje zeg maar wederom ook gedacht tegen de mooie blauwe buitenlucht. Want die zie je ook nooit meer terug. Oh, haar bijtjes zijn gewoon gevlucht. Dan jij ook, wederom. Nou, ik hou de lead zo even op zak. Stel, ik kom nog meer bijen tegen. Laat ik even bij Floor kijken. Kijk! Volgend bijtje gespot. Ja, jongens. Het was een teken. Ik had echt naar Floor moeten gaan. Kom hier. Kom van het dak af. Het is je laatste waarschuwing. Ja, kom mee. Welkom in je nieuwe huis. Bij de andere nieuwe bijtjes. Maar goed, Floor, de nieuwe huisje. Boven de cave zit hij, want hier zit de cave. Met al een heel pad er naartoe. Te huur. Oh, deze kan je huren. Dit is letterlijk gewoon een huurhuisje van Floor. Maar ja, hey, jongens, kom eerder naar het hotel. Hè. Niet het huurhuisje van Floor. Dit huur je. Huren krijg je je geld nooit terug. En huren is duur. Kom gewoon lekker naar mijn hotel. Maar goed, Robin die vertelde dus dat ik mijn koper moet insmeren met honing. Want anders wordt het blauw. En daar heb ik legit nooit aan gedacht. Maar ik kan niet telkens van René haar honing pakken. Niet dat ik dat ooit gedaan heb. Maar daardoor is het een keer tijd om mijn eigen bijtjes te regelen, jongens. Ik wil een keer mijn eigen bijenfarm hebben waarmee ik mijn honing kan krijgen. En weet ik veel wat allemaal. Dus we gaan even op zoek naar bijtjes. Naar een bijenkorf. Ik heb mijn Wumpickaxe. Ik ben expres in de nacht gegaan. Mijn Wumpickaxe is overigens mijn Silk Touch. En ik zeg heel trots dat ik in de nacht ga, omdat de bijtjes dan in een hok zitten. Maar Anna gaat ze juist slapen en dan wordt het dag. Man. Hey, een bijtje. Als ik hem nou bestudeer, waar ga je heen? Waar is jouw huisje? Laat me je huisje zien. Kijk, hij heeft honing aan zijn kont. Ze gaat als het goed is naar zijn huisje nu. Kijk jongens, ik heb gezocht en gezocht. Maar ik kan nergens een beehive vinden. Dus ik denk dat ik deze maar gewoon meeneem en een nieuw huisje geef. Hij is aan het zoeken en aan het zoeken, maar zijn huisje is gewoon nergens. Dus kom maar mee, meneer bij.
Weet je wat? We maken van jou gewoon mijn eerste bij. Ja, dit is mijn bijtje. Ik ga deze nu even aan een hekje zetten thuis. En dan ga ik een huisje voor hem zoeken / maken. Oh, dat wordt leuk. Oké, dan zetten we je eventjes neer aan een paaltje. En dat is dan hier. Gewoon aan dit paaltje zet ik je neer. Dan blijf jij even hier in de buurt vliegen. Je kan nog geen kant op. Maar misschien kan ik al een huisje voor je maken. Ik weet niet eens wat ik daarvoor nodig heb. Beehive. Weet je, ik leen even 3 honey van René. Dan geef ik het daar later terug, zodra ik zelf mijn eigen honing heb. En dan kan ik vast een beehive maken. Dan heeft hij gewoon een eigen lekker huisje. Kijk, daar hebben we het. Lenen we 3 honing. Meneer Bijtje, ik heb 3 honing voor je. Waar gaan we je neerzetten? Ik moet even een leuk plekje voor hem bedenken. Een beehive. Dan hebben wij een kampvuurtje nodig. En een stokkie. Fence, bedoelde ik. Waar gaan we jou plaatsen? Ik vind dit een prachtig plekje. Kijk eens. Als ik je dat huisje geef, verlaat je me dan niet? Nee, eruit! Je verdronk bijna! Oh, hier. Dit is een huisje voor je. Kijk, dit is toch leuk? Hier, ga erin. Ja, ja, ja. Ja, hij zit erin. We hebben een huisdier, wat leuk. Oké, jongens, we hebben ons eigen bijenkorfje nu hier. En nu hebben we ook nog een vriendje voor hem nodig. Ik ga een vriendje voor je zoeken. 2 seconden. Ja, een bijtje. Maar jij hebt sowieso nog een huisje. Oh, hier. Ja. Oké, ze zitten erin. Dat doen we met mijn Wump pickaxe. Hakken we hem. Waardoor we de bee nest hebben met bijtjes en al erin. Oh, jongens, we gaan nog meer bijtjes regelen. Ja, bijtje. Waar is je huis? Oh, hier is jullie huisje. Ga allebei je huisje in. Kom op, jij ook. Het wordt nacht. De zon gaat al bijna onder. Oh, wacht. Huh? Is dit van een ander nest? Waar ben jij dan van? Kom op, huisje in. Ga je huisje in. Het wordt al donker, hè? Oh, wacht. Hij is bij bloemetje. Kijk, hij is lekker het bloemetje aan het snuffelen en snuiven. En dan zometeen krijgt hij een viezig, vettig kontje. Ja, kijk. Zijn kontje is viezig en vettig. Kom op, erin. Had ze flats zitten erin. En dan, boom, met de Wump pickaxe. Oh mijn god, move a bee nest with 3 bees inside using silk touch. Oké, ik wist niet eens dat dat een ding was, maar ik heb nu een bijennest blijkbaar. Met 3 bijtjes erin. Damn, laten we teruggaan. Oké, jongens, back in town. Laten we even deze op een goede plek neerzetten. Dan heb ik weer 2 nieuwe campfires nodig. En ik had het als het goed is precies nog 5, laat maar. Maar, nu vind ik dat plekje eigenlijk helemaal niet meer zo heel bijzonder. Ik wil eigenlijk een heel nieuw plekje voor ze creëren. Oeh, ik heb een leuk idee. Hier beneden moest ik altijd nog iets maken. Dus wat nou als ik hier mijn bijenplekje gewoon van maak? Voor nu. Gewoon eventjes voor nu vind ik het leuk. Hier 1, zo. En dan hier nog 1. Hoppakee. Dan, die doen we hier. Hier, hier. Bijdingetje erop. Bloep. Welkom thuis in jullie nieuwe huisje, jongens. En welkom thuis in jullie nieuwe huisje. Meneer de bij, jij? Ik ga jouw plekje ook even verplaatsen. Dus kom je huisje maar weer in? Of ga je eerst een bloemetje zoeken? Waar ga je nou heen? Weet je, laat hem lekker daar staan voor nu. Vind ik helemaal prima. Dit is natuurlijk de OG. En hier zijn ook heel veel nieuwe bijtjes. Moet ik wel alleen de omgeving ook nog leuk maken. Misschien dat ik het een beetje afbaken. Geen idee, even kijken. Kijk al die bijtjes gelijk rondvliegen. Pas jullie alsjeblieft op dat jullie niet de lava daarin gaan. Zo, jij hebt al heel veel zin in. Ik ga hier ook gewoon een leuk enkel pad doorheen maken. Een heel dun pad gaat hier komen. En dan hierheen. Kijk, dit wordt gewoon een heel dun pad wat ik er langs laat lopen. Gaan we hem mooier maken, want dit is nog niet echt mooi of zo, als ik het zelf zo zie. Wacht, kijk, wat ik nu perfect zie. Ik heb hier al dat water, die plekjes. En ik heb hier perfect weer zo'n plekje om nog een keer zo'n raar waterdingetje te doen. We hebben hem. Dat is leuk, dan komt het een beetje terug wat ik hier heb met die, gewoon die stukjes water. Oké, dat is geplaatst aan de vloer. Kijk, ze gelijk. Ze zijn aan het produceren, jongens. Ze zijn hun ding helemaal aan het doen. Het is gelijk een stuk gezelliger hier. Ik vind het helemaal leuk, gewoon. Ik ben helemaal fan hiervan al. Nou, dan gaan we de vloer er even netjes in doen. Want dat is nu helemaal een of ander raar troepje geworden. Zo, we houden hem lekker ondiep gewoon, deze. Het is een ondiep vijvertje. Vullen we hem helemaal met water. Niet verdrinken in het water hier, lieve bijtjes. Dat is een afspraak die we hebben, dat jullie niet mogen verdrinken. Doen we er leuk groen aan de onderkant. En dan nog even wat kelp laten tussen. Oké, dan het pad. Dat moet ook gelijk even netjes gedaan worden. En het leuke... Ah, leuk is als ik dan hierachter allemaal gewoon bosjes en plantjes doe en zo. Zo, oké, pad is ook netjes. Deze ben ik het niet mee eens. Hier moet gewoon coarse dirt in. Hoppakee. Plaatsen we wat mooie kelp erbij, want daar heb ik ook nog genoeg van. Oh, wat lilypads. Als heb ik nog lilypads. Oh, ik heb geen zin om helemaal naar een swamp te gaan of zo om die op te halen. Maar ik ben bang dat ik die niet meer heb. Helaas. Groeien lilypads niet? Als je er eentje plaatst, dat er dan uiteindelijk meerdere terechtkomen? Ik weet het niet. Kijk, kelpje hier. Kelpje daar. Dan ga ik hier het iets hoger bouwen. Een beetje verandering in de vloer. Dat het iets minder plat is hier. Oké, dan moeten we wederom wachten tot dat allemaal gras is geworden. Want nu ziet het er gewoon uit als dirt. En dat is een beetje zonde. In de tussentijd kan ik het wel alvast zo lekker laten begroeien met boommeel. Gewoon boommeel is echt gewoon de oplossing, jongens. Voor zoveel dingen.
Oh, wat gezellig hier ineens. Wat een verandering als je hier beneden komt. En deze moeten ook al... Oeh, wacht. Deze moeten al gedingest worden, geharvest. Dus ik heb even een schaartje nodig. En misschien kan ik dan alweer een nieuwe bijenkorf maken. Want het ding is dat er campfires onder zitten, jongens. Als je dat niet doet, dan wordt een bij boos zodra je zijn huisje, zeg maar, leegrooft. Kijk, deze zit vol. En omdat er een campfire onder zit, kan je hem gewoon leegroven zoals dit. Zonder dat ze boos worden. Anders gaan ze je aanvallen of zo. Geen idee, dan vinden ze het ineens niet meer leuk. Hoppakee, dan hebben we 9 honeycombs. Kunnen van die honeycombs kunnen we met nieuw hout kunnen we weer een beehive maken. En die kunnen we dan ook hier plaatsen. Zo, 3 nieuwe beehives. Kijk hem vliegen dan. Kijk hem shinen. Plaatsen we deze er ook leuk bij. Die middelste is dan ook echt anders. En misschien... Oeh ja, nu ik toch bezig ben. En ik heb toevallig nog 2 campfires. Dat is legit dan deze keer toevallig. Plaatsen we hier nog 1, hier 1. Plaatsen we hier nog een beehive. Hebben we er iets meer en dan nog een plekje verzinnen. Ja, kijk, zo. Hoppakee, jongens. Hebben we toch nog behoorlijk wat beehives toe kunnen voegen aan onze baas. En daarboven ook nog 1. En dan kan ik die leuk laten staan, want dat is dan ook gewoon een mooi plekje. Nu wachten we tot dit gras wordt, want dan kan ik het wel helemaal leuk opvullen. Beetje leaves kan ik... Oeh, die kan ik wel vast toevoegen, de leaves. Zo, dat is ook weer leuk met allemaal roze dingetjes ertussen. Ik ben heel blij hiermee, oprecht. Bloemetje, bloemetje, tulpje. Zolang jullie maar echt niet in deze lavapool vallen, dan zou ik zo verdrietig worden. Oké, jongens, dan, aangezien ik de bijtjes nu heb, kan ik ze laten reproduceren. Dus jij, kom maar, jij mag vriendjes worden met jou. En kijk, dan krijgen we, jongens, zoals natuur dat toelaat, een babybijtje. Ja, wat leuk. Hij is wel echt heel schattig. Je bent wel echt heel lief. Je krijgt gelijk een dingetje van me. Kijk hoe blij die is. Ze zijn samen ook van hetzelfde plantje aan het genieten. Oh, kijk, zijn kontjes vies. En dan gaan ze samen naar een huisje toe. Ze hebben allebei een ander huisje. Wat is, dat klopt toch helemaal niet? Tegenwoordig gaan die kinderen al zo vroeg het huis uit. Er is iets mis met deze bij. Hij is gefreezed of zo. Hallo bij. Jongens, ik moet hem redden. Kom maar. Bijtje. Kom maar. Je zit vast. Als straf krijg je kinderen. Oh, hier. Met hem. Kinderen met hem. Ja. Had ze badstijd. Had ze badstijd. En beam. Een nieuw kindje is gecreëerd. Ik krijg er XP uit. Nu voel ik me vies. Nou, dan gaan we even de spulletjes allemaal in de kisten doen, want ik heb echt te veel spullen bij me. En dan denk ik dat het einde is genaderd van de XL-episode, jongens. Ik weet niet hoe lang die duurde, ik weet niet of ik het voor heb gehouden om het lang te maken. Ik heb denk ik wel echt 4 à 5 uur aan opnames gehad. We hebben de grote cave hier echt een keer eindelijk mega veel progressie aangemaakt. We hebben de leuke bijtjes hier gedaan, die staan wel echt heel leuk, moet ik zeggen. Het gras is aan het groeien, als het gras helemaal groeit, dus kunnen we het nog voller maken. En tenslotte hebben we ook gewoon hier heel veel progressie gemaakt, jongens. Namelijk, alles wat je hier ziet is gewoon best wel lijp zo. Dit wordt wel langzaam blauw, dat is heel vervelend, dus dat gaan we oplossen. Dit werkt, top. Het gaat hier allemaal bovenlangs. En dan volgende keer gaan we weer kijken wat we gaan doen. Ik denk dat de bank ook namelijk weer verder moet. Dat is het enige wat ik niet in deze episode heb gedaan. Ik wilde dat eigenlijk ook wel doen, maar dat is niet gelukt. Oh ja, en we hebben een prank uitgevoerd bij Rick, dat mogen we ook niet vergeten. Maar voor nu... Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even. Maar dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Doei.